Nou ja, ik zou tussen voeten en een hoofd, ja weet je, ik weet het ook niet, zo hebben we de berekening gedaan, 1,5 meter afstand houden. Misschien als je zegt, we willen in een, sommige baden zeggen, je mag net zoals met het, hoe heet dat zwemvierdaagse, ga je de ene baan heen, de andere baan terug en dan zwem je zo'n cirkel. Nou, dat is een hele creatieve oplossing. Anderen zeggen, nou, we willen ook zorgen dat er 1,5 meter is tussen de zwemmer die heen en terug gaat. Dan verbreed je de banen gewoon, hè, dus door een lijn over te slaan. Ja, daar moet je over nadenken. Die 1,5 meter is, is ook voor mensen om te voorkomen dat ze elkaar aanraken, is dat een verstandig iets. Dan denk ik nog, als je in de zwembad iemand ligt te zwemmen aanraakt, ja, dat been of dat lichaamsdeel is ook geïmpregneerd, wil ik bijna zeggen, door chloor. Dus daar zou ik me niet zo heel veel zorgen over maken. Maar weet je, dat is nu eenmaal de afspraak. En er staat, ik denk dat het niet onmogelijk is dat de inspectie in zwembaden komt controleren. En ik denk om te voorkomen dat men gaat roepen, ja, die zwembond en die zwembaden, die maken er een potje van. Zou ik proberen, zeker in het begin, om een beetje aan die voorschriften te houden.